Blij, dan ben jij helemaal voorbereid en ready om deze tocht te gaan lopen? Ja, ik ben er helemaal klaar voor. Hi, ik ben Blijde. Ik ben Jip en tof dat je weer kijkt naar onze nieuwste cultuurvlog. Het is super mooi weer zoals jullie kunnen zien. Dus ja, wij konden niet anders dan lekker naar buiten gaan vandaag. En we hebben iets heel erg toffe dags om te doen. We gaan een tocht lopen via een app door de stad. Waarbij we allemaal verhalen te horen krijgen over Amsterdam. De bedenker van deze treasure hunt, dat is het Califax Reeds Quintet. 5 heren die met een blaasinstrument al de hele wereld over zijn geweest en prachtige muziek maken. En de aanleiding om deze treasure hunt te starten is omdat zij een nieuw album hebben, dat heet Hidden Gems. En de naam zegt het al, verborgen pareltjes. En het idee is ook van de app dat jij door middel van een wandeling door de stad die verborgen pareltjes gaat vinden. En wat je hoort is muziek van het quintet gecombineerd met verhalen over de stad. Nog een klein stukje. Ja. En dat gele vakje wordt blauw als je op de juiste locatie bent. En dan gaat automatisch het geluidsfragment afspelen. Je bent net iets te laat. Maar dat geeft niet. Het is hier eigenlijk ook een doorlopende voorstelling. Wegens succes geprolongeerd. Wat grappig is aan dit stuk. Het is cultuur waarnaar je kijkt, maar het is ook bijna een wedstrijd. Omdat alle rollen nogal aanwezig zijn. En lijken te wedijveren om aandacht. Niet te missen is natuurlijk de dragende hoofdrol van de auto's. Eén groot bewegingsorganisme. Bijzonder is dat je zelf bepaalt wanneer het stuk klaar is. Je mag niet zomaar weglopen. Je moet eerst applaudisseren. Vaak beginnen er dan wel anderen mee te kloppen. Evengoed het juiste moment waarop je begint met klappen. Locatie is de Dappermarkt en ik ben wel heel benieuwd, want dat is namelijk echt om de hoek bij mijn huis. Ik ben wel heel benieuwd wat daarvoor verhaal over te vertellen is. Op deze plek zie je naast toeristen ook vaak gewone stedelingen. Nou ja, gewoon. Het is een eigenzinnig soort hier. Het zijn stuk voor stuk mixjes van de meest wonderlijke genen, met vaak heel ongewone geschiedenissen. Je kunt iets over ze te weten komen. Zet je oren maar open voor een paar wonderlijke geschiedenissen. Er was eens een beul uit het zuiden, een heks en een visser, een non uit het noorden, een kaakchirurge en een ICT-specialist en ze hadden één ding gemeen. Ze vestigden zich hier en plantten zich voort. Je ogen zijn nog dicht. Wat je zo gaat zien is een echte nakomeling uit een van de verhalen. Ik denk dat het nu bijna zover is. Als ik nakomeling zeg, dan doe je je ogen open. Nakomeling. Ja, heb je hem al gezien? Moet je toch kijken. Wat een schatje. Kom, we gaan verder. Nou, de tour zit erop en ik ben nu al toch wel heel nieuwsgierig geworden naar dat Califax Reed Quintet. En tof is dat wij hebben afgesproken in een parkje met twee van de quintetleden. Om eens wat meer te vragen over toch nu wel dat hele spannende Hidden Gems album. We hadden zoveel van die kleine stukjes die we verzameld hebben in de afgelopen jaren. Die toch echt de moeite waard zijn. Dat we dachten, die gooien we wel een keertje allemaal op één hoop. En dit is dus ons schatkistje geworden. En dat hele idee van die treasure hunt kwam daarna pas eigenlijk. Van, hey, hoe kunnen we daar nog iets leuks omheen maken? Het grappige is bijvoorbeeld als je films hebt en mensen, valt vaak de muziek niet op.
Maar als je dat los zou luisteren, is best wel heftige muziek. Soms hele moderne stukken. En in combinatie met iets is het vaak veel makkelijker behapbaar. Deze app willen wij graag bereiken dat ons muziek, die normaal in een redelijk klein kringetje de ronde doet, dat die wat breder verspreid gaat raken. Het wordt hier gebruikt met tekst. Het is niet zeker geen achtergrondmuziek. En het is de bedoeling dus dat mensen anders gaan luisteren naar muziek. Als al jullie kijkers die nou die treasure hunt gaan doen hem af weten te maken, dan vinden ze wel daadwerkelijk een schat natuurlijk. We zitten nu lekker in het park na onze treasure hunt door de stad van Amsterdam. Ja, we hebben net de heren gesproken, of twee van de vijf. Ja. Ik ben wel echt heel erg onder indruk. Allereerst de treasure hunt was echt, super fantastisch nice. Gewoon. Ja, het was zo leuk om te doen. En ook om dan te horen dat ze zegt van we hebben echt ons best gedaan om de muziek aanvullend te laten zijn op het verhaal en andersom. En dat merk je ook. Ja. Ja, dat de muziek als het ware beschrijft wat er voor je ogen gebeurt. Alsof het bijna een toneelstuk is wat op dat moment wordt opgevoerd, wat natuurlijk helemaal niet kan. Super dus dat cool. Is wel echt gaaf. Wil je nou ook deze treasure hunt gaan lopen? Wel. Wat je echt moet gaan doen gewoon. Dan zoek in de App Store, het heet Hidden Gems. Dat heb je inmiddels denk ik wel begrepen. Start gewoon de tour zodra het mooi weer is.